KO Noord is een regionaal bedrijf. Vanwege die 4 gemeentes waar we in werken, weten we wat is klanten binnen en wat vertalen ze gesprekken. Wie verwacht je dat ja, circa 80% van die klanten bestaan Fries praat. Daarom hebben we een volgend taalbeleid dat mensen dus bellen en ze praten Fries, dan schakelen we gewoon uit Fries. Wat mensen kunnen corresponderen wel in het Fries, kennen dat. En we proberen onze klanten op die manier te benaderen, omdat we ja, denken dat het prettig is om in je eigen taal ongesproken te worden en omdat we daarmee dichter bij onze klanten komen te staan. Eigenlijk hadden we acties doorgedaan of een concept bedenken, dan proberen we rekening te houden met de Friese taal. Dus hoe, hoe kan mensen zien dat we echt Fries praten, door bijvoorbeeld een slogan zoals van verbinding en vertier. We hadden Quadlin een dvd uitgebracht waar, waar mensen die kabeltelevisie hadden, die nog geen digitale televisie hadden. Op die dvd stonden promo's en dan konden mensen kiezen van een Friese voice-over. Dat is eigenlijk wat, wat het hele onderscheidende verhaal is. Het zijn onder de grote kabelmaatschappijen hier in Nederland. Je kan wel klant bij ze bij een UPC of een Ziggo, maar als je Fries praten kan, dan zit het al in de winkel van hun maten. Maar net onder telefoon en je hebt KO Noord kent het wel. Zowel onder balie als onder telefoon, als per mail, je mag gewoon Fries praten. En door onze kwarte lijn en onze toegankelijkheid creëren we daar echt wel meerwaarde voor de klant. Het is een regio.